Hoofdstuk 6 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Zesde hoofdstuk. Ik bewijs hem deze dienst alleen uit vriendschap en neemt hij ze aan? Het is goed. Zo niet, vaarwel. Maar doet mij daarom, bid ik u, geen onrecht aan. Koopman van Venetië. Terwijl de pelgrim, voorgelicht door een fakkeldrager, door de ineenlopende vertrekken van het grote en onregelmatige gebouw ging, kwam de schenker hem achterna en fluisterde hem in het oor dat, zo hij er niet tegen had een beker in zijn kamer mee te drinken, er een groot aantal bedienden van het huis waren die gaarne het nieuws wilden horen dat hij uit het heilig land had meegebracht, en voornamelijk dat het welk de ridder van Ivanhoe betrof. Om het voorstel aannemelijk te maken, zei de Wamba dat één beker na middernacht zo goed was als drie naar het avondklokje. Zonder een stelling te betwisten die op zulk gezag berustte, dankte de pelgrim voor hunne beleefdheid, maar merkte aan dat hij bij zijn heilige gelofte de verplichting had op zich genomen om nooit in de keuken van zaken te spreken die in de zaal verboden waren. Die gelofte, zei de Wamba tot de schenker, zou een bediende slecht te pas komen. De schenker haalde verdrietig de schouders op. Ik was van plan hem een mooie kamer aan te wijzen, zeide hij, maar daar hij zo ongezellig jegens christenen is, moet hij het eerste gat naast Isaac de Jood maar innemen. Anwold, zei hij tot de fakkeldrager, breng de pelgrim naar de zuiderscel. Ik wens u goede dag, ging hij voort. Heer pelgrim, met weinig dank voor uw geringe beleefdheid. Goedendag en onze lieve vrouw zegen u, antwoordde de pelgrim bedaard, en volgde zijn leidsman. In een kleine voorkamer, waarin zich verscheidene deuren bevonden en welke door een kleine ijzeren lamp verlicht werd, werden zij weder opgehouden door een kamenier van jonkvrouw Rowena, die op een toon van gezag zeide dat haar meesteres de pelgrim wenste te spreken, de toorts uit Anwols hand nam en, na hem bevolen te hebben op haar terugkomst te wachten, de vreemdeling een wink gaf haar te volgen. Waarschijnlijk hield hij het niet voor gepast, dit verzoek, evenals het vorige, te weigeren, want, ofschoon zijn houding enige verwondering over de uitnodiging te kennen gaf, gehoorzaamde hij zonder antwoord of tegenwerping. Een korte gang en zeven trappen opwaarts, waarvan ieder uit een sterke eiken balk bestond, brachten hem bij jonkvrouw Rowena in een vertrek, welks pracht van de achting die haar de heer des huizes bewees, getuigde. De muren waren met geborduurd behangsel bekleed, waarop in bonte zijde, met goud en zilverdraad doorweven, de vermaken der valkenjacht afgebeeld waren, zo kunstig als men dat in die eeuwen vermocht. Het bed was met hetzelfde rijke behangsel versierd en door purperen gordijnen omgeven. De stoelen hadden bonte zittingen en een ervan, hoger dan de overigen, was voorzien van een voetenbankje van schoon bewerkte ivoor. Niet minder dan vier zilveren kandelaars met grote waskaarsen dienden ter verlichting van het vertrek. Geen hedendaagse schone behoeft echter de pracht eener Saksische prinses te benijden. De muren der kamer waren zo slecht gemaakt en zo vol scheuren dat het rijke behangsel met de dagwind golfde en in weerwil van een soort van scherm flikkerde de vlam der kaarsen onophoudelijk in de tocht. Pracht heerste er met enig ruw streven naar smaak, maar weinig gemak dat, daar men het niet kende, ook niet gemist werd. Rowena zat op de reeds genoemde soort van troon, terwijl drie van haar dienaressen daarachter stonden en haar het haar opmaakten voordat zij ter ruste ging. Zij scheen geboren om de algemene hulde te ontvangen en de pelgrim betuigde de zijne door een diepe kniebuiging. Sta op, pelgrim, zeide zij vriendelijk. De verdediger van een afwezige heeft recht op een gunstige ontvangst van allen die de waarheid achten en de dapperheid vereren. Hierop zeide zij tot haar gevolg, verwijdert u allen, behalve Elgita. Ik wil met deze heilige pelgrim spreken. De meisjes begaven zich, zonder het vertrek te verlaten, naar het uiterste einde daarvan en gingen op een lage bank tegen de muur zitten, waar zij sprakeloos als beelden bleven zitten, ofschoon zij op zulke afstand waren dat haar gefluister het gesprek van haar meesteres niet zou gestoord hebben. Pelgrim, zei de jonkvrouw na een korte stilte, waarin zij onzeker scheen hoe ze hem zou aanspreken, gij hebt hedenavond een naam genoemd? Ik meen, ging zij met een zekere inspanning voort, de naam van Ivanhoe, in Zalen, waar hij, door het recht der geboorte en der bloedverwantschap, zeer gewenst had moeten klinken. En toch, zo vijandig is het noodlot,
dat ik alleen onder zoveel, wier hart bij deze naam van vreugde trillen moest, het waagt te vragen waar en in welke toestand gij hem gelaten hebt, van wie er sprake was. We hebben gehoord dat hij, wegens verzwakte gezondheid, in Palestina achtergebleven, na het vertrek van het Engelse leger, aan de vervolgingen der Franse partij was blootgesteld, waaraan de Tempeliers, zoals bekend is, toegedaan zijn. Ik weet weinig van de ridder Ivanhoe, antwoordde de pelgrim met ontroerde stem. Ik zou wel wensen hem beter te kennen, daar gij, edele jonkvrouw, belang in zijn lot stelt. Hij is, naar ik meen, aan de vervolgingen zijner vijanden in Palestina ontkomen en staat op het punt naar Engeland terug te keren. En gij, jonkvrouw, zult beter weten dan ik welk lot hem hier wacht. Rowena zuchtte diep en vroeg meer bijzonder wanneer ridder Ivanhoe in zijn vaderland mocht verwacht worden en of hij op weg niet aan grote gevaren zou blootgesteld zijn. Wat het eerste punt aangaat, betuigde de pelgrim volstrekt niet onderricht te wezen. Op het tweede antwoordde hij dat de reis veilig kon gedaan worden over Venetië en Genua en vandaar over Frankrijk naar Engeland. Ivanhoe, zeide hij, is zo goed bekend met de taal en zeden der Fransen dat er niet de minste vrees voor enig ongeluk op dat gedeelte zijner reis bestaat. Gave de hemel, zeide Rowena, dat hij hier veilig aangekomen waren en in staat om aan het naderend toernooi deel te nemen, waarin men verwacht dat de ridderschap van ons land haar behendigheid en dapperheid tentoon zou spreiden. Indien Æthelstane van Koningsburg de prijs behaalt, zal Ivanhoe waarschijnlijk slechte tijdingen bij zijn aankomst in Engeland vernemen. Hoe zag hij eruit, vreemdeling, toen gij hem voor het laatst gezien hebt? Heeft de ziekte zijne krachten en kloekheid verminderd? Hij was donkerder en tengerder geworden, antwoordde de pelgrim, dan toen hij in het gevolg van Richard Leeuwenhart van Cyprus aankwam en op zijn voorhoofd was zware zorg te lezen. Maar hij kwam niet in zijn nabijheid, daar ik hem niet ken. Ik vrees, hernam de jonkvrouw, dat hij in zijn vaderland weinig zal vinden om die wolken van zijn gelaat te verdrijven. Ik dank u, goede pelgrim, voor uw tijding omtrent de makker mijner kindsheid. Meisjes, riep zij, nadert, bied deze heilige man, die ik niet langer van zijn rust beroven wil, de slaapdrank aan. Een der vrouwen bood een zilveren beker aan met een kostbare drank van wijn en specerij vervaardigd gevuld, die Rowena eventjes aan de lippen zette. Daarop werd hij de pelgrim toegereikt, die na een diepe buiging er enige druppelen van proefde. Neem deze gift aan, vriend, vervolgde de jonkvrouw hem een goudstuk aanbiedende, uit erkentelijkheid voor uw moeilijke reis en uit eerbied voor de heiligdommen die gij bezocht hebt. De pelgrim nam het geschenk met een tweede nederige buiging aan en verliet toen met Elgita het vertrek. In de zijkamer vond hij zijn leidsman Anwold, die de fakkel uit de hand der kamenier nemende, hem met meer haast dan beleefdheid naar een blendend, slecht gedeelte van het huis geleidde, waar een aantal kleine vertrekken, of veeleer cellen, tot slaapplaatsen voor de mindere bedienden en vreemdelingen van lage rang ingericht waren. Waar slaapt de Jood? Vroeg de pelgrim. Die ongelovige hond, antwoordde Anwold, ligt in de cel naast uw heiligheid. Bij St. Dunstan. Wat moet ze schoongemaakt en gezuiverd worden, eer ze weer goed genoeg is voor een christenmens? En waar slaapt Goof, de zwijnenhoeder? Zeide hij. Goof, hernam de lijfeigene, slaapt in de cel aan uw rechterhand, zoals de Jood aan uw linker. Gij dient, om de zoon Israëls en hetgeen zijn stam verafschuwt, te scheiden. Zo gij Oswalds uitnodiging had aangenomen, zou u een meer eervolle plaats te beurt gevallen zijn. Het is zo goed, zeide de pelgrim, het gezelschap zelfs van een Jood kan door een eikenbeschot heen niet verontreinigen. Met deze woorden ging hij in het hem aangewezen verblijf en, de fakkel uit de hand van de bediende nemende, bedankte hij en wenste hem goede nacht. Na de deur van zijn cel gesloten te hebben, plaatste hij de fakkel in een houten kandelaar en zag in zijn slaapvertrek rond welks huisraad van de eenvoudigste soort was. Het bestond uit een ruwe houten stoel en een nog ruwere bedstede, met stro gevuld, waarop twee of drie schapenvellen in plaats van dekens lagen. Nadat hij de fakkel uitgeblust had, wierp zich de pelgrim zonder zijn klederen af te leggen op zijn hard leger en sliep, of bleef tenminste in zijn liggende houding tot de eerste zonnestralen de weg vonden door het kleine tralievenster, dat tegelijk diende om lucht en licht in dit ellendig vertrek door te laten. Hij sprong toen op en na zijn morgengebed gedaan
en zijn kleding in orde gebracht te hebben, verliet hij zijn cel en trad in die van de Jood Isaak, de klink zo zacht mogelijk oplichtende. De Jood lag in onrustige slaap op een soortgelijk bed als dat waarop de pelgrim de nacht had doorgebracht. De kledingstukken die hij de vorige avond had afgelegd, lagen dicht bij hem, alsof hij wilde voorkomen dat ze gedurende zijn slaap gestolen werden. Zijn gelaat drukte een ongerustheid uit, die bijna aan doodsangst grensde. Handen en armen bewogen zich krampachtig, als wilde hij de nachtmerrie afweren. En behalve vele uitroepingen in het Hebreeuws, waren de volgende in het Normandisch-Saksisch of de gemengde landstaal duidelijk hoorbaar. In naam van de God Abrahams, heb medelijden met een ongelukkige grijsaard. Ik ben arm, ik bezit geen penning, en al rekte uw ijzers mijn ledematen uit elkander, ik kon u toch niet voldoen. De pelgrim wachtte het einde van de droom des Joods niet af, maar stootte hem met zijn pelgrimstaf aan. Deze aanraking vermeerderde, zoals gewoonlijk in de droom het geval is, zijn vrees, want de oude man sprong op, zijn grijs haar rees ten berge en enige van zijn kleren om zich heen slingerende, terwijl hij de overige met de greep van een roofvogel vasthield, vestigde hij zijn doordringende, schitterende zwarte ogen met wilde schrik en angstige vrees op de pelgrim. Vrees niets van mij, Isaak, zei de pelgrim, ik kom tot u als vriend. De God van Israël vergelde het u, hernam de Jood, zeer verlicht. Ik droomde. Maar vader Abraham zei geloofd, het was slechts een droom. Hierop tot zichzelf komende voegde hij er op zijn gewone toon bij, en wat begeert gij zo vroeg van de arme Jood? Ik kwam u zeggen, antwoordde de pelgrim, dat, zo gij dit huis niet ogenblikkelijk verlaat en met spoed reist, uw tocht gevaarlijk kan worden. Heilige vader, zei de Jood, wie zou er belang bij hebben, zulk een arme ellendeling als ik ben, in gevaar te brengen? De reden zult ge zelf best weten, hernam de pelgrim. Maar laat ik u zeggen dat, toen de tempelier gisteravond door de zaal ging, hij met zijn Turkse slaven in de Saraceense taal sprak, die ik wel versta, en hun beval deze morgen de Jood op weg op te wachten, hem op een geschikte afstand van dit huis te vatten en naar het kasteel van Philippe de Montvoisin of van Reginald de Buff te brengen. Het is onmogelijk de schrik te schilderen die de Jood op dit bericht overviel en ineens al zijn krachten scheen te verlammen. Zijn armen zakten machteloos neer en zijn hoofd hing op zijn borst. Zijn knieën knikten onder zijn gewicht, iedere zenuw en spier van zijn lichaam scheen ineen te krimpen en alle veerkracht te verliezen en hij viel voor des pelgrims voeten neder, niet als iemand die zich vernedert, die nederknielt of zich nederwerpt om medelijden in te roepen, maar als door onzichtbaar geweld ter neder geslagen, zonder dat hij enige tegenstand kan bieden. Heilige God Abrahams, was zijn eerste uitroep, terwijl hij de gerimpelde handen ineensloeg en ophief, maar zonder zijn grijs hoofd van de grond op te beuren. O heilige Mozes, o gezegende Aaron, ik heb die droom niet te vergeefs gehad. Ik gevoel hunne ijzers reeds mijn zenuwen uittrekken. Ik gevoel hunne pijnigingen reeds door mijn gehele lichaam woelen, evenals de zagen en ijzeren eggen en bijlen de mannen van Rabba en van de steden der kinderen Ammons vernielden. Sta op, Isaak, en luister naar mij, zei de pelgrim, die zijn overdrevene droefheid met een medelijdende blik aanschouwde, die echter met verachting gemengd was. Gij hebt wel reden om te schrikken, als gij bedenkt hoe uw broeders behandeld zijn, zowel door vorsten als edelen, om hun schatten af te persen. Maar sta op, zeg ik, en ik zal u de middelen ter ontkoming aan de hand geven. Verlaat dit huis ogenblikkelijk, terwijl de bewoners nog rustig slapen na het feest van gisterenavond. Ik zal u langs geheime paden in het bos geleiden, die mij even goed bekend zijn als de beste jager die ze doorkruist, en ik zal u niet verlaten voordat gij onder bescherming van de een of andere ridder of edele zijt die naar het toernooi reist. En gij hebt waarschijnlijk wel de middelen om welwillendheid te verwerven. Toen Isaak de hoop hoorde uiten dat hij zou kunnen ontsnappen, begon hij langzamerhand als het ware duim voor duim van de grond op te reizen, tot hij op de knieën lag, zijn lange grijs haar en zijn baard terugstrijkende en zijn doordringend zwart oog op de pelgrim vestigende, met een blik die tegelijk hoop, vrees en ook enige achterdocht uitdrukte. Maar, zodra hij het einde van de aanspraak hoorde, scheen zijn eerste schrik in volle kracht te herleven en hij viel nog eens op de knieën, uitroepende, ik, de middelen bezitten om welwillendheid te verwerven. Helaas,
Er is maar één weg om de gunst van een christen te verkrijgen, en hoe kan de arme Jood die vinden, als hij reeds door afpersing zo arm geworden is als Lazarus? Hierop, alsof de achterdocht de overhand kreeg op zijn andere gewaarwordingen, riep hij plotseling uit: Om Gods wil, jongeling, verraad mij niet, ter liefde van de grote Vader die ons alle geschapen heeft, Jood en Heiden, Israëliet en Ismaëliet. Pleeg geen verraad aan mij. Ik bezit de middelen niet om de welwillendheid van een christen bedelaar te verwerven, al wilde hij mij die voor één penning schenken. Na deze woorden stond hij op en vatte de mantel des pelgrims met een ernstig smekende blik. De pelgrim maakte zich los, alsof hij door de aanraking besmet werd. En al waart gij met al de rijkdom van uw stam beladen, zeide hij, waarom zou ik u leed doen? In dit gewaad ben ik aan de armoede gewend en wilde ze tegen niets ruilen dan tegen een paard en een wapenrusting. Denk echter niet dat ik om uw gezelschap verlegen ben of mij er enig voordeel van beloof. Blijf hier zo gij wilt. Cedric de Saxer zal u beschermen. Ach, zei de Jood, hij zal mij niet onder zijn gevolg laten medereizen. De Saxer en de Normandiërs schamen zich beide voor de arme Israëliet. En alleen te reizen door het gebied van Philippe de Malvasin en Reginald van de Buff? Goede jongeling, ik wil met u gaan. Laten we ons haasten, onze ellenden omgorden. Laat ons vluchten. Hier is uw staf, waarom draalt gij? Ik draal niet, antwoordde de pelgrim, toegevende aan de dringende beden van zijn makker, maar ik moet middelen vinden om deze plaats te verlaten. Volg mij. Hij ging vooruit naar de naaste cel, die, zoals de lezer weet, door Gouf de zwijnenhoeder bezet was. Sta op, Gouf, riep de pelgrim. Open de achterpoort en laat de Jood en mij eruit. Gouf, wiens bezigheid schoon thans zo veracht, hem evenveel gewicht gaf in het Saksische Engeland als aan Eumaeus in Ithaca, was beledigd door de gemeenzame en gebiedende toon van de pelgrim. De Jood uit Rotherwood uitlaten, zeide hij op de elleboog leunende en hem vol argwaan aanziende, zonder zijn strooleger te verlaten. En hij wil met de pelgrim verder reizen? Eerder had ik kunnen dromen, zei de Wamba, die op dit ogenblik binnentrad, dat hij zich met een zijden spek zoude wegpakken. Wel, zeide Gurth, zijn hoofd weder op het houten blok leggende, dat hem tot kussen diende. Jood en heiden moeten wachten totdat de grote poort opengaat. We laten geen gasten op zulke ongeschikte uren stilsgewijs vertrekken. En toch, hervatte de pelgrim op gebiedende toon, zult ge mij, denk ik, deze gunst niet weigeren. Bij deze woorden boog hij zich over het bed van de liggende zwijnenhoeder en fluisterde hem iets in de Saksische taal in het oor. Gurth vloog op als betoverd. De pelgrim gaf hem een wenk met de vinger voorzichtig te zijn en voegde erbij: Gurth, pas op, gij placht vroeger voorzichtig te wezen. Ik herhaal, doe het achterpoortje open, weldra zult ge meer vernemen. Gurth gehoorzaamde met de meeste gedienstigheid, terwijl Wamba en de Jood volgden, beide even verbaasd over de plotselinge verandering in het gedrag van de zwijnenhoeder. Mijn muilezel, riep de Jood, zodra ze buiten stonden. Haal hem zijn muilezel, zei de pelgrim, en, hoor, bezorg mij er ook een, zodat ik hem gezelschap houden kan als hij uit deze streken is. Ik zal het hier aan iemand uit Cedric's gevolg te Ashby teruggeven. En gij? Het overige fluisterde hij Gurth in het oor. Dadelijk, dadelijk, het zou geschieden, antwoordde Gurth, en vertrok onmiddellijk om de last te volbrengen. Ik wenste wel te weten, zei de Wamba, toen zijn makker vertrokken was, wat gij, pelgrims in het heilige land, leert. Onze gebeden opzeggen, nach, antwoordde de pelgrim, onze zonden betreuren en onze lichamen kastijden door vasten, waken en lange gebeden. En nog iets daarin boven, hernam de nach, want hoe zou de boete en gebed Gurth ertoe kunnen bewegen u ene beleefdheid te bewijzen, of vasten en waken hem overhalen u een muilezel te lenen? Ge had evengoed zijn zwarte, geliefkoosde beer van uw waken en uw boetedoeningen kunnen vertellen, en ge zoudt een even beleefd antwoord gekregen hebben. Loop, loop, zei de pelgrim, ge zijt maar een Saksische nar. Ge hebt gelijk, hervatte de nar. Het zou mijn geluk zijn als ik een geboren Normandier was, waarvoor ik u houd, en het zou weinig schelen of ik werd een wijsman.
Intussen verscheen Gurth met de muilezels aan de overzijde van de gracht. De reizigers gingen die over door middel van een ophaalbrug van slechts 2 planken, wier breedte overeenkwam met die der achterpoort en een opening in de buitenste palissade, welke toegang tot het bos verschafte. Nauwelijks hadden zij de muilezels bereikt of de Jood bevestigde met haastige en bevende handen achter op de zadel een kleine zak van blauw laken die hij onder de mantel uithaalde en die, zoals hij bromde, kleren, niets dan kleren, bevatte. Daarna het dier met meer vlugheid en haast bestijgende dan men van iemand van zijn jaren zou verwacht hebben, verloor hij geen tijd met de slippen van zijn reismantel zo te schikken dat zij de last, welke hij dus aan kroep met zich voerde, geheel en al bedekten. De pelgrim besteeg bedaarder op en stak Gurth de hand tot afscheid toe, welke hij met de grootste eerbied kuste. De zwijnenhoeder staarde de reizigers na tot zij onder de bomen van het bos verdwenen, toen hij door Wamba's stem uit zijn gepeins opgewekt werd. Weet gij wel, zeide hij, vriend Gurth, dat gij hedenmorgen bijzonder beleefd en buitengemeen vroom zijt? Ik wenste dat ik een deftige prior of barrevoetse pelgrim ware, om gebruik te kunnen maken van zulk een ongewone ijver en beleefdheid. Zeker, ik zou mij met een handkus niet tevreden stellen. Gij zijt toch zo geheel gek niet, Wamba, antwoordde Gurth. Gij oordeelt naar de schijn, wat de wijste van ons ook doet. Maar het is tijd naar onze bezigheden om te zien. Dit zeggende ging hij met de nacht naar huis. Intussen vervolgden de reizigers hun weg met een haast die een gevolg was van de buitengemene vrees van de Jood. Mensen van zijn jaren houden anders zelden veel van snelle beweging. De pelgrim, wien ieder pad en uitweg van het bos bekend schenen, geleidde hem langs de afgelegenste wegen en verwekte meer dan eens opnieuw de achterdocht bij de Israëliet dat hij hem in de ene of andere hinderlaag van zijn vijanden wilde voeren. Zijn vrees was inderdaad te verontschuldigen, want, de vliegende vis misschien uitgezonderd, was er geen geslacht op aarde, in de lucht of in het water, dat zo het voorwerp bleef van een onophoudelijke, algemene en rusteloze vervolging als de Joden in dit tijdvak. Onder de geringste en onredelijkste voorwendsels, zowel als op de meest ongerijmde en ongegronde beschuldigingen, werden hunne personen en goederen bij iedere gelegenheid der openlijke woede prijsgegeven. Want Normandiërs, Saksers, Denen en Britten, hoezeer zij elkander onderling haten, schenen erop te strijden wie met de meeste verachting op dit volk zou neerzien, dat het een punt van godsdienst was te haten, te onderdrukken, te verachten, te plunderen en te vervolgen. De koningen van de Normandische stam en de onafhankelijke edelen, die hun voorbeeld in alle daden van dwingelandij volgden, kwelden dit verdrukte volk op een meer geregelde, overlegde en baatzuchtige wijze. Het is een welbekende geschiedenis van koning Jan, dat hij een rijke Jood in een der koninklijke kastelen opsloot en hem alle dagen een tand liet uittrekken, totdat, toen de kinnebakken van de ongelukkige Jood half ledig waren, hij erin toestemde een grote som te betalen die de dwingeland van hem wilde afpersen. Het weinige gereden geld dat in het land was, bevond zich hoofdzakelijk in handen van dit vervolgde volk en de adel aarzelde niet het voorbeeld van de vorst te volgen om het door allerlei onderdrukkingen en zelfs door lichamelijke folteringen in zijn bezit te krijgen. Maar de volhardende moed, door de hoop op winst ingegeven, spoorde de Joden aan om de veelvuldige kwellingen waaraan zij blootgesteld waren te verduren, om de ontzaglijke schatten die zij in een van natuur zo rijk land als Engeland konden bijeenverzamelen. In weerwil van alle hinderpalen en zelfs van een hof van taxatie, de Jodenschatkamer genoemd, alleen opgericht met oogmerk om hen te plunderen en te verdrukken, stapelden de Joden onmetelijke sommen op, welke zij van de ene hand in de andere lieten gaan door wisselbrieven, een uitvinding welke, naar men zegt, de koophandel hun te danken heeft, en die hen in staat stelde hun rijkdommen van land tot land over te brengen, zodat wanneer zij op de ene plaats door de onderdrukking bedreigd werden, zij hun schatten op een andere in veiligheid konden bergen. De hardnekkigheid en gierigheid der Joden dus, in tegenoverstelling van de dweepzucht en de dwingelandij van hen onder wie zij leefden, schenen, zo te zeggen, te vermeerderen in evenredigheid met de vervolging waaraan zij blootgesteld werden.
en terwijl de ontzaglijke rijkdom, welke zij gewoonlijk in de handel verwierven, hen dikwijls in gevaar bracht, werd dit op andere tijden gebruikt om hun invloed uit te breiden en hun een zekere mate van bescherming te bezorgen. Op deze voet leefden zij, en hun karakter hiernaar gewijzigd was waakzaam, achterdochtig en vreesachtig, maar ook hardnekkig, slim en behendig in het vermijden der gevaren waaraan zij blootgesteld waren. Nadat de reizigers door verscheidene zijpaden met de grootste snelheid voortgereden waren, brak de pelgrim eindelijk het stilzwijgen af. Die grote, vervallen eik, zeide hij, maakt de grenspaal uit van hetgeen Front de Boeuf zijn gebied noemt. We zijn verre van dat van Malvoisin, er is nu geen vervolging meer te duchten. Mogen de wielen van hun wagens afvallen, zei de Jood, zoals die van Farao's leger, omdat zij langzaam mogen rijden. Maar verlaat mij niet, goede pelgrim, denk maar aan die trotse, wilde tempelier met zijn Saraceense slaven. Zij zullen nog voor gebied, nog voor heerlijkheid, nog voor herenrechten eerbied hebben. Onze weg, hernam de pelgrim, moet hier uiteenlopen, want het past niet voor mannen van mijn stand en van de uwe om langer samen te reizen dan nodig is. Bovendien, wat hulp zoudt gij van mij, een vreedzame pelgrim, tegen twee gewapende heidenen kunnen verwachten? O, goede jongeling, antwoordde de Jood, gij kunt mij verdedigen, en ik weet ook wel dat gij zulks wilt. Hoe arm ik ook ben, zal ik het u vergelden. Niet met geld, want geld, zo waar mijn vader Abraham helpen zal, heb ik niet. Maar ik heb u reeds gezegd, viel hem de pelgrim in de rede, dat ik geld noch beloning van u begeer. Ik zal u geleiden en zelfs wel verdedigen, terwijl het een christen niet onwaardig kan gerekend worden een Jood tegen een Saraceen te beschermen. Derhalve, Jood, zal ik u, eer ik u verlaat, onder veilige geleide zien. We zijn nu niet ver van de stad Sheffield, waar gij licht velen van uw stam vinden zult, bij wie gij toevlucht nemen kunt. Vader Jacob zegene u, goede jongeling, zei de Jood. In Sheffield kan ik bij mijn bloedverwant Saret een schuilplaats vinden en naar middelen uitzien om in veiligheid verder te reizen. Het zij zo, hervatte de pelgrim. Te Sheffield zullen wij dus van elkander scheiden en na een half uur rijdens zullen wij de plaats in het gezicht krijgen. Dit half uur werd van beide zijden in volkomen stilte doorgebracht. De pelgrim, het misschien beneden zich rekenende om de Jood aan te spreken, behalve in geval van volstrekte noodzakelijkheid, en de Jood het niet wagende een man, wiens reis naar het heilige graf hem een zekere eerwaardigheid gaf, tot een gesprek te dwingen. Ze hielden op de top van een zacht hellende heuvel stil en de pelgrim, op de stad Sheffield wijzende, welke onder hen lag, herhaalde de woorden, hier scheiden wij dus. Niet eer gij de dank van de arme Jood ontvangen hebt, zeide Isaac, want ik durf u niet vragen met mij bij mijn neef Saret te gaan, die mij misschien zou kunnen behulpzaam zijn om uw goede diensten te belonen. Ik heb u reeds gezegd, antwoordde de pelgrim, dat ik geen beloning begeer. Zo gij onder de menigte uw schuldenaars om mijnentwille de gevangenis en boeien besparen wilt aan de een of andere ongelukkige christen die in uw macht is, dan zal ik de dienst van deze morgen rijkelijk beloond rekenen. Wacht, wacht, zeide de Jood, hem bij het kleed vattende, ik wil gaarne iets meer doen, iets voor uzelf. God weet het dat ik een arme Jood ben. Ja, Isaac is de bedelaar van zijn stam. Maar vergeef mij als ik geraden heb wat gij op dit ogenblik het vurigst begeert. Zo gij goed raadt, hervatte de pelgrim, dan kunt gij het mij toch niet verschaffen, al waart gij zo rijk als gij zegt arm te zijn. Als ik zeg, riep de Jood, ho, geloof mij, ik zeg niets dan de zuivere waarheid. Ik ben een uitgeplunderd, ongelukkig mens, vol schulden. Hardvochtige mensen hebben mij alles onthoofd, mijn goederen, mijn schepen, mijn geld en alles wat ik bezat. En toch kan ik u zeggen, wat gij wenst en mogelijk kan ik het u ook verschaffen. Gij wenst op dit ogenblik een paard en een wapenrusting. De pelgrim schrikte en keerde zich plotseling tot de Jood. Welke boze geest heeft u dit doen raden? Vroeg hij haastig. Dat is onverschillig, antwoordde de Jood glimlachende, maar even goed als ik uw begeerte kan raden, kan ik eraan voldoen. Maar bedenk, zeide de pelgrim, mijn stand, mijn kleding, mijn gelofte. Ik ken u, christenen, hervatte de Jood, en ik weet dat de edelsten onder u de staf en de sandalen wel eens nemen tot bijgelovige boete en te voet gaan om de graven van dode mensen te bezoeken. Laster niet, Jood, zei de pelgrim streng.
Vergeef mij, hernam de Jood, ik heb onbedachtzaam gesproken, maar er zijn gisteravond en hedenmorgen woorden ontvallen die, evenals de vonken uit een keisteen, het metaal dat er binnen schuilt, verraden. En in uw boezem zijn onder het pelgrimskleed een ridderketen en gouden sporen verborgen. Zij glinsterden mij tegemoet toen gij u hedenmorgen over mijn bed boogt. De pelgrim kon een glimlach niet bedwingen en zeide, zo uw klederen door een even nieuwsgierig oog doorzocht werden, Isaac, welke ontdekkingen zou men dan niet kunnen doen? Hier niet meer van, hervatte de Jood verblekende, en schielijk zijn schrijfgereedschap voor de dag halende, alsof hij het gesprek wilde afbreken, begon hij iets op een stukje papier te schrijven dat hij op zijn gele muts legde, zonder van de muilezel af te stijgen. Toen hij gedaan had, gaf hij het briefje, dat in het Hebreeuws geschreven was, aan de pelgrim, en zeide, in de stad Leicester kent ieder de rijke Jood Kirjach Gairam uit Lombardije. Geef hem dit briefje. Hij heeft 6 Milanese wapenrustingen te koop. De minste daarvan zou een gekroond hoofd waardig zijn. 10 schone paarden, waarvan het slechtste goed genoeg waren voor een koning, al moest hij om zijn troon strijden. Hieruit zal hij de keur geven met alles wat gij voor het toernooi nodig hebt. Als alles afgelopen is, zult gij het hem in goede staat teruggeven, zo gij geen geld genoeg hebt om de waarde daarvan aan de eigenaar te betalen. Maar Isaac, zei de pelgrim glimlachende, weet ge wel dat in die wapenspelen de wapenen en het paard van de ridder die uit de zadel gelicht wordt, het eigendom van de overwinnaar worden, en ik kan ongelukkig zijn en dus verliezen wat ik teruggeven nog betalen kan. De Jood scheen een weinig verschrikt over deze mogelijkheid, maar weer moed vattende hernam hij haastig, nee, het is onmogelijk, ik kan dat niet denken. De zegen van onze vader zal op u rusten. Uw land zal machtig zijn als de staf van Mozes. Na deze woorden wendde de Jood de kop van zijn bijluizel om. Toen de pelgrim op zijn beurt hem bij de mantel vasthield en hem zeide, maar waarlijk, Isaac, gij kent al het gevaar niet. Het paard kan gedood en de wapenrusting beschadigd worden, want ik zal nog mijn paard, nog mijn persoon sparen. Buitendien geven de lieden van uw stam niets voor niet. Er moet dus iets voor het gebruik betaald worden. De Jood kromp op zijn zadel ineen als iemand die een aanval van koliek heeft, maar zijn beter gevoel zegevierde over de hem natuurlijke denkwijze. Het kan me niet schelen, zeide hij. Het kan me niet schelen, laat me gaan. Als er schade aankomt, zal het u niets kosten. Als er huurgeld voor wezen moet, zal Kirjach Gairam u zulks schenken ter liefde van zijn bloedverwant Isaac. Vaarwel. Maar hoor eens, goede jongeling, zeide hij, zich omkerende, waag u niet te veel in het ijdele gewoel. Ik spreek niet uit vrees dat het paard of de wapenrusting letsel krijgen, maar uw eigen leven en lichaam. Hartelijk dank voor uw zorg, hernam de pelgrim, weder glimlachende. Ik zal van uw dienstvaardigheid gebruik maken, en het moet erg met mij aflopen, zo ik die niet beloon. Zij scheiden en namen verschillende wegen naar de stad Sheffield. Einde van hoofdstuk 6.